Ja, ik voel me echt goed hier in Rotterdam. En ja, zoals ik laten zien heb bij Sparta en Dordrecht met heel veel goals, hoop ik dat hier ook gaat lukken. Want ja, ik voel me wel echt goed hier in de regio. Hoe kan dat eigenlijk? Wat is dat met deze regio dan? Ja, weet ik niet. Ik kom normaal gesproken uit Apeldoorn. En toen ik bij Sparta kwam spelen, toen woonde ik hier. En vanaf toen hou ik echt van de stad. Ja, en toen kwam ik bij Dordrecht terecht en nu hier. Wanneer is Excelsior in beeld gekomen? Wanneer heb jij contact gehad voor het eerst met deze club? Het was al een beetje, ja, ik denk 2, 3 geleden dat het echt een beetje hier en daar wat hoorde. En vorige week was het echt helemaal concreet. Ja, toen jij hoorde Excelsior heeft belangstelling voor je, wat was je eerste reactie? Mooi, een kans in de Eredivisie? Ja, zeker in Eredivisie, maar toen ik dat hoorde, dat dacht ik echt, doen, dit is mijn, ik denk dat ik hier echt pas. Ja, want wat was jouw beeld van deze club eigenlijk? Want je kent de club natuurlijk een beetje van, ja, het speelt al jaren in de Eredivisie, dus je kent de club een beetje. Wat was jouw beeld van deze club? Ja, natuurlijk dat ze goed voetbal spelen en echt een stabiele Eredivisie club is geworden. Dat staat mij ook maar omdat ze goed voetbal spelen. En ja, voor mij is het ook natuurlijk belangrijk, ook aanvallend voetbal. En ja, dit ligt mij wel. Ja, je zegt het is een stabiele club geworden in de Eredivisie. Dat zeggen meer mensen tegenwoordig. Dat is ongelooflijk voor zo'n kleine club eigenlijk, hè? Ja, het is heel knap. En heel veel respect voor. En ja, zo zie je dat ze echt al de laatste jaren goed doen in de Eredivisie. En ja, dat is alleen maar mooi. Ja. Waarom wilde Excelsior jou graag hebben? Dat is ongetwijfeld ook naar voren gekomen in die gesprekken die je hebt gehad met Ferry de Haan. Adrie Poldervaart, weet ik niet of je die hebt gesproken, dat kan je ook zo zeggen. Maar waarom wilden ze jou graag hebben? Ja, ze willen me graag hebben omdat ik heb scorers vermogen in huis. Ze vinden me, omdat ik goed kan goed voetballen. En natuurlijk is het voor mij mooi om in de Eredivisie kans te krijgen. Ja. Is het voor jou ook een beloning voor gewoon een goed seizoen bij Dordrecht? Want je hebt een heel goed seizoen gedraaid volgens mij daar, hè? Nee, klopt. Alleen jammer dat we niet door zijn gegaan. Maar voor mijzelf heb ik een goed seizoen gedraaid en belangrijk kunnen zijn voor Dordrecht. En nu is het een beloning, denk ik, voor wat ik gedaan heb bij Dordrecht. De mooie stap naar Excelsior. Ja, nu heb jij kort in de Eredivisie gespeeld, hè, bij Zwolle. Toen ben je verhuurd aan Sparta. Je bent inmiddels 28, hè, na wat omzwervingen Telstar Dordrecht nu hier terechtgekomen. Is dit, vind je zelf, een beetje jouw laatste kans om het te laten zien op het hoogste niveau hier? Ja, dat vind ik wel. Ik vind dat dit wel mijn laatste kans is, denk ik, omdat ik 28 ook ben. Maar ja, het is nooit te laat, je ziet het ook. En ja, dit zou ik wel. Kijk, bij PEC Zwolle was het niet gegaan hoe het gehoopt had. Omdat ik kwam toen uit amateurs en ja, de stap was denk ik dan net met trainingen en wedstrijden net te hoog. Maar ja, nu is het anders, een paar jaar verder. En ik hoop hier om te slagen natuurlijk. Ja. Hoeveel beter is de Dennis Mamudov van nu ten opzichte van die periode bij Zwolle eigenlijk? Nou ja, ik heb veel wedstrijden nu gespeeld, veel ervaring ook in het buitenland gedaan. En ja, dat neem je mee. En ik denk dat ik nu wel klaar voor ben. Ja. Maar je vindt ook zelf dat je een veel completere voetballer bent geworden bij Dordrecht, bij Telstar. Even nog in het buitenland ook, hè, bij Sofia onder andere. Ja, zeker. En ik vind dat het ook echt de leeftijd voor is om nu te... Ja, om nu echt te vlammen. En ik heb dat allemaal meegenomen. En ja, ik vind ook echt dat ik beter en sterker van geworden ben. En ja, ik ben er nu wel klaar voor. Ja. In de na-competitie hadden we het net al even kort over. Heb je het ook gewoon goed gedaan? Denk je ook dat je daar een beetje in beeld bent gekomen? Of speelde dat al eerder? Ja, play-offs zijn mooie wedstrijden. En ik denk ook dat je daar in de kijker kan spelen. En ik denk dat dat ook geholpen heeft, zeker. Ja, nu heeft Excelsior zich gemeld. Hebben zich nog andere clubs op het hoogste niveau gemeld eigenlijk bij je? Ja, het was ook één in de Eredivisie en heel veel top van de Jupiler League en het buitenland natuurlijk. Maar wat ik zei, Excelsior, is denk ik echt dat het bij mij echt past. Ja, woon je in Rotterdam eigenlijk? Ja, ik woon in Rotterdam en ik blijf hier ook wonen. En, je hoeft nu niet meer weg? Nee, ik hoef hier niet meer weg. En ik heb voor 2 jaar getekend en... Ja, ik ben er echt blij mee. Ja, dus dat is echt heel belangrijk voor je geweest, ook om dicht bij huis te blijven. Dat is echt wel een hele belangrijke reden geweest, naast dat Excelsior een hele fijne club is, ook om in die regio te blijven.
Ja, ook dat, maar ook gewoon de club en ja, het sprak me ook enorm aan en ja, ik denk echt dat ik hier past en daar ben ik heel blij mee. Adrie Poldervaart, de nieuwe trainer, hoe goed ken jij hem? Ja, ik ken hem niet echt, maar ik heb hem net gesproken en ja, ik hoor heel veel positieve dingen over hem en ja, ik heb ook echt heel veel zin in en ja, ik hoor dat het een echte goede trainer is, positief en goed voetbal, van voetbal houdt. En, ja, aanvallend heel erg, hè? Ja, en ja, dat ligt mij heel veel. Ja, dat moet jou juist heel erg aanspreken, denk ik. Ja, zeker. En ja, daarom is Excelsior echt de perfecte club voor mij.